weet nog goed, mijn allereerste huis, dat was een huurhuis. Voor 597 gulden 10 had ik een prachtige vierkamerwoning in Rotterdam-Noord. Ja, tegenwoordig heb je daar geen bezemkast meer. Als je dat terugrekent naar euro's, dan zit je ongeveer op 260, 270 euro. Dan heb je natuurlijk helemaal niks meer voor. Nee. Maar dan weet ik nog wel, dat wist ik helemaal niet toen, dan kreeg je ruim voor 1 juli een brief met, nou, vanaf volgend jaar gaat u dit of dat betalen. Dan dacht ik, jeetje, zit ik ineens boven de 600 gulden. Wat is dat altijd? Meestal 2% of zo, toch? Ja, er is een maximum aangesteld, volgens mij. Maar de ene verhuurder zegt, nou, we doen dit jaar 1%. De ander zegt, we doen nu niks, want het is coronacrisis. Maar de ander denkt, nee hoor, gewoon verhogen die hap. Aflipsen, goedemorgen. Goedemorgen. Want dat is, volgens mij heeft de overheid stelt er een maximum aan. En dan is het aan de corporatie om te zeggen van, nou, in hoeverre gaan we daarin mee? Ja, eigenlijk moet je die huurmarkt moet je eigenlijk in twee splitsen. Je hebt de vrije sector huren en je hebt de sociale huurwoningen. Ja. En voor wat betreft de sociale huurwoningen, daar moet de woningcoöperatie, die meestal die woningen in haar bestand heeft, moet voor 1 juli daar bericht van doen, van de huurverhoging. En dat moet 2 maanden van tevoren, minimaal 2 maanden van tevoren. Dus reken maar dat er nu 100.000 Nederlanders zijn, die hebben inmiddels zo'n brief op de mat liggen. Voor een sociale huurwoning. Vaak zie je ook dat in de vrije huursector ook 1 keer per jaar de huur wordt verhoogd. Maar dat hoeft niet altijd per 1 juli te zijn. Daar mag men 1 keer per jaar een huurverhoging toepassen. Maar die sociale huurwoningen is eigenlijk altijd een huurverhoging per 1 juli. Dus nogmaals, heel veel Nederlanders hebben die brief nu gehad en kijken nu naar die verhoging. Ja, maar bij sociale huurwoningen is het natuurlijk zo dat vaak mensen ook al huurtoeslag krijgen. Betekent dat dan als die huur omhoog gaat, dat ook die huurtoeslag weer omhoog gaat, zodat ze onderaan de streep eigenlijk net zoveel nog blijven betalen? Ja, die huurtoeslag moet je eigenlijk zien, die is niet zozeer gebaseerd op wat men betaalt aan de huurwoning. Die is meer gebaseerd eigenlijk op het belastbaar inkomen. Kijk, en even terug naar die huursector en die vrije sector. Er is een grens, dat noemen ze een liberalisatiegrens. Die ligt op €737,14, om heel precies te zijn. Ja. Zit je daarboven, dan zit je in de vrije sector. Dan heb je te maken eigenlijk met marktbepalingen. Dan zijn al die contracten zijn verschillend. Dan mag eigenlijk zo'n verhuurder bijna alles vragen en alles doen wat hij zelf wil. Er zijn wel wat restricties, maar veel minder als in die sociale huursector. Want daar moet je dus nogmaals onder de €737 zitten. En dan weet je dat die maximale huurverhoging per 1 juli is tussen de 5,1% en de 6,6%. Zo, dus het is eigenlijk wat hoog. Ja, dat wordt door het kabinet eigenlijk vastgelegd, die huurverhoging. Dan moet je wel zo zien dat die huurverhoging van 5,1 of 6,6, die is opgebouwd uit 2 delen. 1 deel is de vaste huurverhoging van de inflatie, dat is 2,6%. Ja. En het andere deel heeft eigenlijk te maken met een soort inkomenscorrectie. Op het moment dat jij een te hoog inkomen hebt ten opzichte van de huur, dan mag het kabinet dat percentage dus opvoeren tot in totaal dus zelfs 6,6%. Dat is dus inclusief die 2,6% van de inflatie. Even voor de duidelijkheid, mensen alleen met een sociale huurwoning, dus onder die 700, wat zei je, 737,14, wat was het? €737. Ja. Als je daaronder zit, dan kun je dus huurtoeslag krijgen, maar zit je in de vrije sector, dan kun je dus niks krijgen. Hè? En dan kunnen de huiseigenaren of de verhuurders ook zoveel vragen als ze zelf maar willen? Ja. Nou, feitelijk is die markt vrij. Wat in je huurcontract staat, wat je overeenkomt met de verhuurder, dat is bepalend. En daar zie je, daar komt een huurcommissie kun je niet inschakelen dan bij een vrije sectorwoning. Een huurcommissie is gekoppeld aan sociale woningen, sociale woningbouw of sociale woning eigenlijk. En op het moment dat jij het niet eens bent met jouw contract of de verhuurder wijkt daar vanaf, dan kan je eventueel bezwaar maken, maar dat is lastig. Hè? Want uiteindelijk, jij zet je handtekening onder huurcontract. En daar zie je vaak in dat bijvoorbeeld er een opslag is van een vast percentage. Ja. Of een index. En ik kom nog wel huurcontracten tegen waarin wel in staat dat er een indexatie plaatsvindt. Maar welke index dan? Is dat een CBS-index? Is dat een andere index? Dus die contracten zijn niet altijd even duidelijk. Nee. En er is eigenlijk maar 1 ontsnapping om te kijken. Nou, laat ik het anders stellen. Een woning in de vrije sector moet wel voldoen aan een bepaald puntenstelsel. Dat noemen ze het woningwaarderingsstelsel. En als een woning niet voldoet aan het woningwaarderingsstelsel, dus dat betekent de grootte van de woning, de ligging van de woning, de vierkante meters, de staat van onderhoud. Je maakt dus wel eens mee dat een woning eigenlijk wel in de vrije sector wordt verhuurd, maar niet voldoet aan het puntenstelsel. En dan is de verhuurder eigenlijk verplicht die woning terug te trekken uit die vrije huursector.
maar aan te bieden als sociale huurwoning. En daar is nog wel eens een ontsnapping mogelijk. Zeker in grote steden kom je nog wel eens tegen. Dat je mensen eigenlijk een veel te hoge huur laat vragen of laat betalen. Terwijl die woning niet voldoet aan de vrije huursector normen. Alp, hoe zit het eigenlijk nu met de coronaperikelen? Er was laatst volgens mij een opmerking over van... zullen we die huurverhoging dit jaar bevriezen? Ja, dat is scherp, Arnoud. Zelfs op de Eerste Kamer is een motie aangenomen... om de verhuurders eigenlijk min of meer te dwingen... om dit jaar die huurverhoging maar over te slaan. Omdat natuurlijk toch heel veel mensen... toch financieel behoorlijk in de knijp zitten... Maar of het kabinet dat gaat uitvoeren, dat is nog een vraag. Dus ik heb van de week zitten lezen, aangenomen de Eerste Kamer. En ik vraag me dan, ik ben geen politicoloog, maar hoeveel ruimte heeft het kabinet dan om die motie die aangenomen is, dan niet ten uitvoering te brengen? Want daar kom ik dus niet achter. Nee. Ja. Maar ik heb nog niet gelezen dat ze dat dus dat door willen drukken. Het is volgens mij ook een heel complex verhaal. Want hoe kan je nou al die woningcoöperaties en die verhuurders dwingen om die huur over te slaan. Er zijn wel wat partijen die op dit moment tegen hun huurders hebben gezegd... wij slaan dit jaar over. Maar dat is nog maar heel weinig. Dus wat daarvan gaat terechtkomen is voor mij ook een groot vraagteken. Door met Ab Flipsen. Want de belastingmaatregelen in het kabinet... zijn er natuurlijk ook om verlichting te brengen voor ondernemers in deze coronacrisis. Denk eventjes aan het urencriterium. Want ja, hoe moet je nou aan die 1225 uur komen... om toch die zelfstandige aftrek te behouden? Ja, iemand die daar dus alles vanaf weet is Ab Flipsen. Ab, zijn er veel goede maatregelen genomen? Ja, vind ik wel. Je ziet dat het kabinet steeds meer een soort fine-tuning doet. Hè. Er vallen ook groepen eigenlijk tussen wal en schip. Hè. Dan zie je ook dat het kabinet daarop acteert. Ik denk dat ze dat echt wel goed doen in ons land. Maar er is natuurlijk een enorme grote groep zelfstandigen. De ZZP'ers over het algemeen. En ja, die ZZP'er die moet voldoen, die zelfstandige zonder personeel, die moet voldoen aan, en dat weten jullie zelf ook, aan een urencriterium. Je noemt het al, 1225 euro. 1250 uur per jaar. Ja. Dat is 24 uur per week. Moet je maken als zelfstandig. Dat is op normaal ook niet zo'n probleem. En dan heb je een zelfstandig aftrek. En een zelfstandig aftrek is eigenlijk een vast bedrag van 7280 euro. Dat mag je in mindering brengen op jouw omzet. Of inkomen, hoe je het wil noemen. En daar betaal je dus geen belasting over. Dus dat scheelt rond de 1800 euro. En nu heeft het kabinet gezegd, luister eens, in de periode 1 maart tot en met 31 mei... beseffen we dat veel ondernemers die uren gewoon niet maken. Ze halen het gewoon niet, want er is te weinig werk of geen werk. En wij boeken dat toch gewoon als zijnde dat jullie wel die uren hebben gemaakt. Dus jullie hebben voor 2020 gewoon recht op die zelfstandige aftrek. Okay. En dat is voor veel ondernemers gewoon veel geld. Het gaat erom om ongeveer 40.000 ZZP'ers. Dat is echt een grote groep mensen. Maar eigenlijk kun je dan wel zeggen dat een ZZP'er het kabinet veel geld kost. Want ze krijgen natuurlijk al die regeling, hè? Dat ze een basisinkomen kunnen krijgen als het inkomen wegvalt. En vervolgens aan het eind van het jaar wordt ook nog een keer gezegd... nou weet je, die zelfstandige aftrek, die behoud je ook nog. Ja, maar die ZZP'ers die kunnen niet terugvallen op die eenmalige regeling. Hè? Veel ZZP'ers vallen wat dat betreft... Nee, niet van die 4.000 bedoel je. Maar ze krijgen wel 3 maanden een basisinkomen, toch? Een basisinkomen, ja. Maar je moet zo zien, als ze onderbij... ze krijgen tot aan bijstand, krijgen ze. Ja, precies. Hè? Ja. Dus kan je zeggen, als jij eens onder de bijstand komt... krijg je als ZZP'er aangevuld tot bijstand. Maar als je inkomen nul is als ZZP'er... dan krijg je dus elke maand of 3 maanden lang... en hoef je ook niet terug te betalen. Die bijstandsuitkering. Zo moet je eigenlijk stellen. Ja, precies. Het heet geen bijstandsuitkering, maar het niveau van de bijstandsuitkering. Ja. Dat klopt, dat komt er dus feitelijk ook nog bij. Ja. Maar goed, anders heb je niet eens, dan overleef je helemaal niet. Nee. Dus ik denk op zich dat, kijk, laten we eerlijk wezen, wat het kabinet probeert natuurlijk, is dat de economie, nee, laat het anders zeggen, dat bedrijven en of nou grote ondernemingen zijn of ZZP'ers, niet allemaal aan maas omvallen. Want die mensen hebben straks, als de economie weer begint te draaien, hebben we gewoon eigenlijk weer nodig in het hele proces. En dat begrijp ik wel. Dat je zegt, jongens, we moeten even zorgen dat iedereen even door deze shitperiode heen komt. En als dus ik nou... vind dat op zich wel een gezonde maatregel. En als ik nou eens heel kritisch ben, hè, en je hoort sommige ondernemers in de eerste 2 weken na dit hele gebeuren en na die lockdown al zeggen van ja, maar ik ga omvallen. Kun je dan ook niet stellen dat een ondernemer eigenlijk te weinig rekening heeft gehouden met financiële tegenvallen? Tegenslagen? Ja, ik denk het wel, Marco. Ik denk dat veel ondernemers geen vet op de botten hebben. En te makkelijk zijn omgegaan als ondernemer moet je altijd wel zorgen dat je rekening houdt met een worst case scenario. En ik denk dat we toch in een soort hosanna
periode hebben geleefd met z'n allen. Van, nou, het gaat wel goed. Wat kan er eigenlijk fout gaan? Ik bedoel, er was een enorm tekort aan mensen. De opdrachten kwamen van alle kanten kwamen binnen. We hebben niet rekening gehouden met het worst case scenario. Mm-hmm. Ik denk dat we toch een deel ons realiteitsbesef zijn kwijtgeraakt. En iedereen wat dat betreft nu, ja, laten we zeggen, hard geconfronteerd wordt met de situatie. En er zijn gewoon bedrijven en zzp'ers die eigenlijk als ondernemer ja, niet de maatregelen hebben genomen die ze moeten nemen. Ja, maar zou en deze, ook die worden nu misschien gered. Zou deze crisis ook de ogen kunnen openen en zeggen van, nou, in de toekomst ga ik toch wat meer geld opzij zetten? Want dan ben ik niet zo afhankelijk van dit soort regelingen die natuurlijk hartstikke fijn zijn. Maar ja, bijstandsniveau is natuurlijk niet dat je zegt van, nou, dan leef ik lekker door. Nee. Nou ja, ik denk dat er een hele grote groep ondernemers nu een soort wake-up call heeft gekregen. En zegt, luister, dit gaan we anders aanpakken. We gaan dus nu wel rekening houden met het worst case scenario. Ja. Maar er zal ook een groep ondernemers zijn die dat misschien zich voorneemt. Op het moment dat straks alles weer draait, wat ik trouwens niet geloof. En ik denk dat we heel lang te maken gaan krijgen met de economische gevolgen van dit hele gebeuren. Maar goed, stel dat er een periode komt en die komt, dat we uiteindelijk weer, laten we zeggen, de positieve kant op gaan. Dan zullen ook veel ondernemers het snel weer vergeten. Want zo zitten mensen in elkaar. Ik bedoel, ja, dat geldt ook voor mij. Je vergeet weer snel wat er is gebeurd. Dus ja, je moet wat dat betreft een soort zelfdiscipline aanleggen. Leg iets opzij. Dat geldt voor particulier. Geldt voor de ondernemer. Houd rekening met een periode dat het door wat voor omstandigheden ook wat slechter gaat. Ja, en dit is natuurlijk niet zomaar een klein dingetje. Ik bedoel, we refereren altijd nog weer aan de crisis van 2008. Dus dit zullen we de komende 10, 15 jaar zullen we dit ook altijd nog weer om onze oren krijgen. Van, weet je nog, 2020, tot in één keer corona er was. Het kan maar zo gebeuren, hè? Ja. Ja, en weet je, het is als, kijk, de 2008-crisis herinneren we ons allemaal nog heel goed. En hoe lang heeft dat wel niet geduurd voordat die economie draaide, voordat de huizenmarkt weer gezond werd. Maar uiteindelijk, de meeste economen zitten inmiddels al niet meer in 2008. Die zijn alvast doorgeschoten naar de jaren 30. Ja, en die crisis was veel heftiger. Dus je ziet dat echt veel economen zeggen dat die crisis die we nu meemaken zwaarder is als 2008. Dus, maar goed. Nogmaals, ik denk voor die zzp'ers er toch een oplossing is. En ik denk met al die maatregelen die nu genomen worden, is er een groep die je mist. En er is een groep die eigenlijk ten onrechte misschien geld krijgt. Maar ik denk in grote lijnen dat toch veel zzp'ers hiermee geholpen zijn. En op een of andere manier, die huizenmarkt, die krijgt toch niet echt een klap nog. Hè? Als je dat leest in kranten. Autoverkopen ook zien we zo links en rechts dat eigenlijk best wel redelijk gaat. Maar dat komt door ons. Ja. Ja, jullie. Ja, ja. Dat is wel, ja. Ja. Nee, maar die huizenmarkt, die denkt het nog wel een poosje door. Kijk, laat zeggen, de oververhitting is uit die markt, dat merk je wel. Ja. Maar er blijft een tekort aan woningen natuurlijk. In een bepaalde prijsklasse. Dat is vooral, dat tekort. Ja. Dat, kijk, zolang dat tekort, dat werken we niet weg. Nog niet in 10 jaar. 1. 2. De rente is nog steeds extreem laag. Hè. We hebben een aantal verhogingen gehad. Maar die zijn inmiddels weer redelijk weer stabiel. Ja. Er is een enorme vraag naar hypotheken. Hè, zowel voor oversluiters als ook wel mensen die natuurlijk weer opnieuw de markt komen. Dus laten we zeggen, ik denk dat die huizenmarkt voorlopig nog wel even doorgaat. Of we moeten te maken gaan krijgen met een enorme uitval op de arbeidsmarkt. Hè, dat we in het najaar straks ineens met 1 miljoen extra werklozen zitten. Ik weet niet hoe dat zich ontwikkelt. Maar voorlopig draait alles nog door. En nogmaals, zo'n crisis die we nu hebben, de effecten daarvan, die moeten nog komen. Hè. Een aantal dingen merken we nu. Maar op lange termijn en middellange termijn gaan we die effecten echt wel merken. En ik denk dat er ook nog een positieve kabinetsmaatregel is genomen voor de ondernemers. Hè, de directeur, grote aandeelhouder, heeft het gemaakt, de directeur met zijn eigen BV. Als je een directeur bent van een BV, dan moet je jezelf een vast salaris toekennen van rond de 45.000 euro. Dus dat betekent dat, en of je dat bedrag nu opneemt uit je bedrijf of niet, is niet relevant. De vissers gaat ervan uit dat jij minimaal 45.000 euro opneemt uit je BV. Dus daar betaal je loonbelasting over, loonheffing eigenlijk over. En ook daarvan zegt de vissers heel simpel, wij accepteren nu dat jij dus gewoon een minder hoog bedrag opneemt of zelfs niet opneemt uit je BV. En ik weet hoe lastig dat is, want vele jaren geleden heb ik zelf mijn eigen BV ook geprobeerd om me inkomen, ik haalde veel minder inkomen uit mijn BV. Dat wilde ik verlagen. Nou, dat heeft mij 2-3 jaar discussie met de vissers gekost om dat inkomen op papier laag te krijgen. En je haalt ook minder inkomen uit de zaak. Maar dan zegt de vissers toch, ja, maar wij gaan toch loon heffen over het bedrag van 45.000 euro, zonder dat je dat inkomen opneemt. En daar is de vissers ook wat soepel over, richting die DGA's. Goed, gaan we dat ook in de gaten houden. Bedankt voor de tip in ieder geval. Ab Flipsen, spreken we af volgende week weer? Volgende week. Zie ik jullie. Tot dan.